De geur van verbrand rubber hangt nog in de lucht als Gerry Vervat het glas van de door vlammen verwoeste auto's bij elkaar veegt. Vannacht zijn zowel haar auto als die van haar man totaal uitgebrand. Je kunt gewoon niet geloven, allebei je auto's, precies jouw auto's. Dat is een groot probleem, want ik heb niet zomaar een stapel geld op de plank liggen om een nieuwe auto te regelen. Hier aan de Prinsenhof brandden rond 2:30 vannacht 2 auto's uit. En 2 andere auto's raakten zwaar beschadigd door de branden. Een groep van meer dan 50 Marokkaanse jongeren maakt de Edese wijk onveilig. Volgens de burgemeester zijn ze ontevreden over de sluiting van een Marokkaans buurthuis in voormalig winkelcentrum De Lindenhorst. Ook in de nacht van maandag op dinsdag gingen in de wijk Veldhuizen op 2 plaatsen auto's in vlammen op. Burgemeester Van der Knaap reageert daarop met een samenscholingsverbod in het oudere deel van Veldhuizen. De autobranden van afgelopen nacht woeden in het nieuwere deel, waar geen samenscholingsverbod geldt. Slachtoffer Gerry Vervat kan geen begrip opbrengen voor de daders. Ik kan me voorstellen dat jij problemen ergens mee hebt, maar blijf van de zaken van een ander af. Waarom ga jij iemand zijn auto in de fik steken die je niet kent, waar je geen problemen mee hebt? Hoe haal je het in je hoofd? Ga om tafel, ga het gesprek aan.